De arena van Erecode bestaat uit vier rijken. Marenrijk, Reizenrijk, Anderrijk en Ruigrijk. Vier teams gaan met elkaar de confrontatie aan om de eer van hun eigen rijk te verdedigen. Elke uitdaging is een beproeving op verstand, kracht of lef. Wie houdt zich het beste staande? Welke teams halen de finale? En wie krijgt er als eerste de Erecode? Welkom bij Erecode. De avontuurlijke spelshow waarbij vier teams strijden om het ereburgerschap van de Efteling. Niemand, maar dan ook echt niemand, verschijnt hier ongetraind aan de start. Iedereen heeft zich supergoed voorbereid om zometeen die uitdagingen zo goed mogelijk te volbrengen. Maar ja, welk team heeft net dat beetje geluk? Welk team kan het beste met de druk omgaan? Het eerste team beleeft graag avonturen en daarom zijn Celine en Ivan de avonturiers. Het tweede team kan goed horen, zijn slim, sterk. Een applaus voor Abigail en Imar, de speurders. Het derde team bestaat uit een echte denker, een supersportieve doener. Hier zijn Anne en Teun, de strijders. En het laatste team is enorm lenig, sportief en een dosis lef hebben ze ook. Kemi en Jaro, de helden. Strijders, waar blinken jullie in uit? Nou, ik kan heel goed zeg maar iets omschrijven en Teun die kan heel goed dingen uitvoeren. En hij is ook ja, zeg maar wat sportiever dan mij. Kijk, dus dat voelt elkaar goed aan. Lieve avonturiers, jullie zijn echte computerfreaks, toch? Ja, hè? Maar hoe goed zijn jullie eigenlijk met spellen die niet op de computer gedaan worden? Zijn ook wel goed. We kunnen goed samenwerken. Oké. Okay. Speurders, jullie hebben er zin in volgens mij, of niet? Heel erg. Ik zie het, Abigail. En hoe heb je je voorbereid op vandaag? Nou, we hebben op schooltijd hadden we twee emmers met water gevuld. En die hadden we dan telkens overgegoten. En ook nog met vamelsoek op het plein. En Imar, je bent een speurder, maar waarom ben je een goede speurder? Ik ben wel snel. Ik kan wel scherp zien. Dat komt helemaal goed, jongens. En helden, leuk dat jullie er ook zijn. Ja, dankjewel. Ja? Heb je er zin in vandaag? Ja. Heel veel. Ja, en Jaro, jij houdt er wel een beetje van om de boel te saboteren, hè? Oh. Ja, ga je dat nou ook vandaag doen? Nee. Nee? Maar je zal misschien toch de andere teams even wat te slim af moeten zijn. Ja, misschien wel, ja. Hoe ga je dat doen dan? Gewoon zien dat ik altijd de eerste ben en de meeste ducaten win. Juist, het meeste ducaten winnen. Want daar gaat het om vandaag. Je moet ervoor zorgen dat je zoveel mogelijk ducaten verdient. Want alleen de twee teams met de meeste ducaten, die zullen in de finale verschijnen. De andere twee teams, die vallen af. Ja, en elk team mag één keer hun vaandel inzetten. En daarmee verdubbelen ze één keer hun winst en vergroten ze hun kans op de finale. Laten we beginnen. De teams splitsen zich op. Eén neemt plaats in de achtbaan en de ander blijft op de grond. Op het hoogste punt van deze achtbaan kantel je naar voren en hang je een paar seconden stil. Zo'n 30 meter lager op de grond ligt een som. En die geef je dan door aan je teamgenoot beneden. En die teamgenoot beneden die gaat dan als een gek hoofdrekenen. En als je denkt dat je het goede antwoord weet, dan open je de kluis met het nummer dat gelijk is aan de uitkomst van jouw som. Het team dat als eerste zijn kluis open heeft, vindt vier ducaten. Maar let op, want de sleutel past alleen op de kluis met het juiste antwoord. Speurders, Abigail en Imar, jullie zetten je vaandel in, dus verdubbel het aantal ducaten. Waarom? Nou, omdat bij het oefenen op school ging het echt supergoed. En we vonden het best makkelijk hoe het in elkaar zat, het spel. Oké, en die val van 30 meter houdt jou niet tegen? Nou, dat moet je aan hem vragen, want ik ga er niet in. Ik ben er al een keer in geweest, dus ik weet al hoe die gaat. Dus ik ben er niet meer bang voor, zeg maar. En nu moet je nog een som doorgeven en uitrekenen. Volste vertrouwen in. Ja. We zijn benieuwd. Succes. De kandidaten vallen straks 37,5 meter de diepte in. Maar welk team opent daarna als eerste de kluis? De rekenwonders staan ongeduldig te trappelen, terwijl de waaghalsen de achtbaan betreden. De meesten zijn in opperste concentratie, maar een enkeling vreest voor de hoogte en wat er daarna gaat komen. Uh-oh. Nou inderdaad, je moet wel heel koelbloedig zijn om in deze situatie een som door te geven aan je teamgenoot die 30 meter lager staat. Waar ben ik aan begonnen?
dan blijf je hangen. En toen zag ik net dat laatste, die twee laatste cijfers niet. 17-9-98. 16. Zeventien. Fout. Weet ik niet. Ik hoor niet, ik hoor niks. 17-9-98. Nee, shit, ik ben de... Som vergeten. Terwijl strijder Anne rekent met de getallen die ze nog wel weet, doet speurder Abigail een eerste poging om de kluis te openen. Zij hebben hun vaandel ingezet, dus de druk is hoog. De andere teams volgen haar voorbeeld, maar niemand heeft het goede antwoord. Elk team heeft een eigen som met een unieke uitkomst. En die van de speurders is best lastig. Ik pak dan gewoon eerst de laatste kluisjes en daarna ga ik heel die onderste rijden af, want dat is het allemaal het hoogste. Okay. Heb je iets gehoord? Okay. Is dit hem voor de eerste? Nee. 17 keer 19 keer 28. Hoeveel? 9 keer 18, dat wordt 90. Ja, ik denk min 21 zoiets. Oké. Oh, ik weet het niet. Oké, eerst het eerste deel. Eerste deel van de som. Hoeveel was het? 17 maal 9. Min 98. 17, stop. 17 maal 9. Reken uit. Doe 17 maal 10. Dus 140. Min 17. Dus gelijk aan. Probeer alles, jongens. Ga ze gek. Je moet de eerste zijn. Ja, als je niet kan rekenen, dan moet er maar met brute kracht en met snelheid, toch? Ja. Kom op, dus gelijk. En toen drukte Anne op de bel. En ik mocht niet. En toen waren we blij. 17 maal 9. Dus je deed 10 keer 9 is? Die is 170 min 17. Is dat 170? 17 keer 9? 7 maal 10. Ja, we moeten alle twee in de finale komen. Ik kan er niet bij. Dus 100. Ik kan er niet bij. Ik heb te veel, stress. Ik kan er niet bij. Het was echt heel moeilijk om te rekenen. Mijn brein ging alle kanten op. Ja. Tweede. Goed gedaan. Ja, er zat niet veel rekenen bij, maar wel snelheid. Heel goed gedaan. Terwijl de helden hun brein breken, zijn de avonturiers nog steeds op de gok kluis aan het openen. Oh, yes! Gefeliciteerd jongens, derde plek. Toch goed gedaan. De strijders hebben hun kluis als eerste open en winnen 4 dukaten. De speurders worden tweede en verdienen daarmee 3 dukaten, maar dankzij hun vaandel zijn dat er 6. De avonturiers zijn derde en krijgen daarvoor 2 dukaten. De helden hebben een geschud brein en houden daar 1 dukaat aan over. De speurders nemen de leiding. Stel, je vaart met je spookschip op open zee en de boot slaat lek. Wat moet je dan doen? Met emmers, het water weghalen. Ja? Hozen. Hozen, en dat heet hozen inderdaad met emmers water. Weghalen. En jullie gaan straks ook aan de slag met een heleboel water. Op de kade liggen emmers klaar met een lang touw eraan. Daarmee hijs je dat water omhoog uit de grote vijver. Het water giet je over in een grotere emmer. En deze tillen jullie samen naar boven, want daar staat een ton die zo snel mogelijk gevuld dient te worden. Het team dat hun eigen ton als eerste vol heeft, wint 4 dukaten. De strijders, de avonturiers en de helden hebben hun vaandel ingezet. Dus jullie maken kans op zelfs 8 dukaten. Populair spel. Inderdaad. Uit deze vijver moet het water worden geschept. Ja! Go! Iedereen wil de emmer aan de diepe kant van het water. Want hoe meer water je kan scheppen, hoe sneller je de ton kan vullen. Nee, bij mij gaat er niks in. Ik denk, heb je iets? Ja, dank je, niet, je weet niet veel. Ja. De speurders brengen hun eerste emmer naar boven. Zij nemen daarmee meteen een voorsprong op de andere teams. Die hebben moeite om de emmers vol te krijgen met water en dan omhoog te trekken. En gooi maar, rustig aan. Niks morsen. Heel goed, heel snel. En weer terug. Ja, goed zo. Rustig. Rustig aan, gieten. Niks morsen. Oké, en weer erin gooien. Kom maar. Niks morsen. En goed, en terug. Lopen achter, jongens. Kom op, sneller. Ja, jullie staan echt
vooraan op dit moment. En snel door. Kom op, rennen. Het gaf heel veel stress, want dan denk je van... kom op, schiet op nou. Ik wil zo graag nu die eerste of die tweede plek weer. Tussenstand, het is zo dat... nou, groen die heeft een hele volle emmer. Blauw ook. Rood eigenlijk ook. Alleen geel loopt wat achter. Dus het is ongelooflijk spannend. Kimmy, die zit vol. Ik dacht gewoon trekken en gaan. En sneller en sneller. Proberen te doen dat je ja. Als het snel ging, dan kwam er wel veel water. De richel maakt hijsen van het water niet makkelijk. De helden gaan onvermoeid door. De speurders houden er een andere tactiek op na. En daar worden ze op teruggefloten. Jullie gaan hartstikke goed. En welkom. Hé, dat is onze emmer. Maar die is onze emmer. Zo, Abigail. Echt niet? Rustig. Yes, zo. Dat meisje van Veel was helemaal nat. Ja, oh, dat was zielig. Zij had hem zelfs helemaal nat. In mijn broek was alleen nat en jouw trui. Ja, maar jij door jou. De samenwerking tussen de strijders gaat niet heel soepel. Teun is geïrriteerd. Trek erin! Ik had hem al bijna boven en dan wou ik hem zo pakken. Alleen toen ging ik ander trekken, dus ik... Ja, maar te veel ik om. Kan jou toch niet begrijpen? Trekken, stop met trekken. Ja, dan ga ik trekken en dan... Ja, dan is het weer niet goed. Ja. Anne, niet trekken! Toen was ik een beetje boos op toen Anne. Toen was ze pist. En toen was ik pist. Hij is niet vol! Anne, hij is niet vol! Goed zo. Die emmer hadden jullie hard nodig. Jullie lopen op tweede plek op dit moment. Echt doorknallen. En dan ga je gewoon als een malle rennen en dan maak je echt de volste emmer die je hebt gemaakt. Lekker nat gezicht. Nee, pas op, Kimmy. Kimmy, kom aan, opstaan en direct weer. Ik wil niet zo wel zeer, man. Oh, helmen. Niks morsen, hè. Niks morsen. Rustig. Ja hoor. Ja hoor. Nee. Ja, ik vind hem goed. Ja. High five. En guys. Ja. En jullie hebben de baan nu ingezet. Ja. Heel trots. De helden staan eerste plek. Zij hebben de emmer vol. Trekken, kom! Stop met trekken! Speurders, voor de tweede plek. Nee, ik moet nog één bij. Of misschien twee. Ja, ik was echt helemaal kapot. Ik een beetje. Laat hem zakken dan. Laat zakken. Ja, laat los. Ik heb hem los. De speurders en de strijders liggen gelijk. Het team dat nu als eerste naar boven gaat, kan tweede worden. Maar zit er wel voldoende water in de emmer? Rustig. Rustig aan. Dit vinden we hier, maar kom op. Ja. Ja, dit is het, jongens! Woehoe! Niks morsen. Ja, maar dat is hem. High five, derde plek voor jullie. Goed gedaan, hoor. Dus avonturiers, jullie hebben hard geavontuurd, maar het was net niet genoeg. De helden worden eerste en verdienen daarmee 4 ducaten. Dankzij hun vaandel worden dat er 8. De speurders zijn tweede en winnen 3 ducaten. De strijders krijgen 2 ducaten, maar doordat zij hun vaandel hebben ingezet, worden dat er 4. De avonturiers winnen 1 ducaat. Dankzij hun vaandel worden dat er 2. Jullie stappen straks allemaal in een boot die jullie brengt bij een jungle, een markt, een gevangenis, een schatkamer en nog veel meer. Er is onderweg in ieder geval een heleboel te zien. Probeer zoveel mogelijk te onthouden van wat je tegenkomt, want wij stellen daar namelijk vragen over van wat je hebt gezien. 2 vragen geven we net voor de uitdaging cadeau. Succes! De teams moeten onderweg niet alleen alles onthouden, ze moeten ook gaan tellen. Hoeveel wachters komen ze onderweg tegen? En de tweede vraag is, hoeveel dansende vrouwen zien zij langs de route staan? Ik keek op een gegeven moment ook naar achteren en hun waren allemaal dit aan het doen en zo. Ik dacht, oh, hun onthouden dat ook veel beter als ons. Volgens mij waren dat 6 dansen. Ja, ongeveer een 13 soldaten. Er is een heleboel te zien in de verboden stad. Maar als de teams goed hebben opgelet en veel hebben onthouden, dan is de quiz een makkie. Zo, teams, hoe ging het?
Goed. 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 Oké, dan beginnen we maar direct met vraag nummer 1. De eerste tovenaar heeft een staf vast, maar in welke hand? Zijn linker of zijn rechterhand? En laat maar zien. Oké, het goede antwoord op deze vraag is rechts. Yes! En dan gaan we nu door naar de tweede vraag. Welk dier passeer je als eerste als je de jungle uit bent en de stad ingaat? Iedereen klaar? Draai de bordjes maar om. En het juiste antwoord is een kameel. Yes! Vraag 3. Op de markt staat een verkoper van vliegende tapijten. Maar wat is de kleur van het vliegende tapijt? Ik heb dat wel gezien, maar ik heb niet naar die tapijt gekeken. Moet je 2 kleuren opschrijven? 1 kleur. Oh. Mogen jullie je bordje omdraaien? Ik zie 4 maal rood. En dat is goed. Yes! Bij de gevangenen staat een wachter. Hij houdt iets vast in zijn rechterhand. Maar wat? Ik wil graag aan jullie vragen of jullie de bordjes willen omdraaien. Zweep, zwaard, geweer en geweer. Het goede antwoord is zweep. Yes! Kijk. In de haven vlakbij het kasteel liggen rechts 2 schepen. Links op de kade ligt een dier. Welk dier is dat? Hebben we allemaal een antwoord? Ja. Dan mogen de bordjes nu omgedraaid worden. Ik zie tijger, tijger, ezel en een krokodil. Het juiste antwoord is... een tijger. Yes! Wat is de kleur van de lasers uit de slangenkop? Die wist ik zelf al. Ja, die wist voor zichzelf. Die zijn zo was. Makkelijk. Daar had ik had zelf al die draakjes aan de zijkant. Ja. Ik zie dat er redelijk snel wordt geschreven. En draai je die bordjes maar om. 4 maal rood. En dat is allemaal goed. Yes. Inderdaad. Oh my god. Hoeveel dansende vrouwen kom je onderweg tegen? Draai de bordjes om. En het juiste antwoord is... 6. Yes! Yes! Alweer. Dan de laatste vraag. Hoeveel soldaten ofwel bewakers kom je onderweg tegen? Je herkent ze aan hun witte gewaad en rode hoofdbedekking. Iedereen een antwoord? Draai jullie bordjes maar om. 5, 8, 5 of 13. Nou. Het goede antwoord, Anouk, en kandidaten, is 12. Oh nee! Oh, toch wel. Ja. Ja. Goed gedaan, iedereen. De strijders hebben 7 vragen goed beantwoord en winnen 4 dukaten. De avonturiers winnen 3 dukaten met 6 goede antwoorden. De speurders worden 3rd met 5 goede antwoorden. En de helden verdienen 1 dukaat voor 4 goede antwoorden. Deze wedstrijd was heel erg leuk. Heel erg spannend. Maar volgens mij ook heel erg zwaar voor jullie. Maar Bart, we moeten nu van iemand afscheid gaan nemen. Dat hoort bij het spel. Dat betekent dat we helaas afscheid moeten nemen van de avonturiers. Maar hebben ze het goed gedaan of niet? Ja. Precies. Groot applaus voor de avonturiers. Jammer, maar het belangrijkste is dat we mee hebben gedaan en dat we lol hebben gehad. Als je straks in de finale wilt staan, dan is dit het moment om te knallen. Wederom ook bij deze uitdaging splitsen de teams zich op. Degene met de sterkste maag neemt plaats in het schip en de ander blijft op de grond. En tijdens het schommelen heb je het beste overzicht over de 15 vaandels die werkelijk overal verspreid liggen. Via de portofoon stuur je je teamgenoot aan. Het team dat de meeste vaandels heeft verzameld, wint 4 dukaten.
Oké, wie van jullie gaat rennen? Heel goed. Jullie mogen pas gaan rennen als het schip begint te bewegen. Oké? Degenen die het schip ingaan, die mogen nu het schommelschip in. Zenuwachtig? Ik ben heel zenuwachtig. Als alle passagiers aan boord zijn en de beugels goed vastzitten, komt het schip in beweging. Dat is het moment dat er gezocht mag worden naar de vaandels. Stop! Come on, Kimmy, go, 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 go! Ik zit erin op de kullenbak, over. In sommige laag helemaal open en bloot, neem je meteen een heel harde sprint en dan rij je er als een gek naartoe. Ik heb er geen over. Speurder Abigail heeft haar eerste vaandel te pakken. En die heb je nodig voor de finale. Dus ze is goed op weg. Over. Ik zie niks. Over. Ik heb er één. Kijk het maar. Ik zie er bij over. Blijf vechten. Vechten, we gaan het winnen. Kom op, Abigail. Ik heb er drie. Ik zie niks. Kijk goed bij de tafels. Kijk goed bij de tafels. Kimmy, kom op. Go, go, go. Tony is heel snel. Ik was helemaal niet moe. En de rest wel. Tot waar gaat hij ongeveer? Ik zie er een backboard over. Zeg eens iets! Kom on, Kenny. Ik heb hem gezien dat je rentje hebt. Kom on. Ik heb er één over. Ik heb er vijf! Ik heb drie. Ik heb er drie! Over. Vijf! Ik heb er drie! In één! Oh, wat heb ik doen? Hallo, ik ben zo blij. Heerlijk! Het is heel erg spannend vandaag. Maar we moeten nu afscheid nemen van één team. De andere twee teams staan in de finale. Maar het team dat net niet de finale heeft gehaald... het zijn de helden. Kemi en Jaro. Helaas moeten wij afscheid van jullie nemen, maar onwijs goed gedaan. Applaus voor de helden. Wauw. Super gespeeld. Ik heb heel veel plezier gehad. Ja, speurders en ja, strijders. Wij gaan naar de finale! Ja! De helden verzamelen het minst aantal vaandels en krijgen daarvoor 2 dukaten. Met een totaal van 12 dukaten halen ze de finale net niet. De strijders hebben keihard gestreden tijdens alle uitdagingen. Zij hebben in totaal 15 dukaten gewonnen. De speurders hebben het net zo goed gedaan. Ook zij gaan naar de finale met 15 dukaten. Gefeliciteerd, jongens. Dankjewel. Alsjeblieft. Dank. Jullie staan in de finale. En je weet, in de finale draait het om het kraken van de erecode. Op de vaandels die jullie zojuist hebben gevonden, staan cijfers. Deze cijfers die corresponderen met letters. 1 is A, 26 is Z. Met alle letters daartussenin. En tijdens de uitdagingen zijn er dukaten verzameld. Voor 3 dukaten staat 1 vaandel. Alle vaandels en ook de vaandels die jullie net gevonden hebben... staan al op de juiste plek. De erecode is een woord van 15 letters. Aan de teams, onze finalisten, om dat woord te ontcijferen. Is dit allemaal helder? Ja. Dan gaan we nu beginnen. En start! Je gaat eerst alle letters opschrijven, dat is goed. Ik ga iets. Dit is hoeveel wat achter is. 1, 2, 3, 4, 5, 6. We weten. Help alsjeblieft, iemand. Denk goed. 4, 4, 4 weten. Oké, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dat is de 9. 10. Dus een 4. Een 4 staat hier. En 5. Hoe gaat het hier? Ze hebben een soort half alfabet neergezet. Oh, KLM en... Niet heel handig is, eerlijk gezegd. KLM en VXIZ. Mooi.
Weet je zeker dat je geen letter mist? Ik wil alleen... Ja, maar hier staat ook nog een stukje. Nee, maar je mist misschien een letter. Die dater, ja. Die beter. Ik weet niet, fantaseer maar wat. Ik mag niks zeggen. Waar moet die? Dat is deze. Misschien eventjes zo, omdraaien en dan weer terug en dan misschien, hè? Zie je het ineens? Kan zomaar gebeuren. En dan hebben we vier ook. Nu moeten we echt gaan gokken. Ja. Vier. Hebben we alle letters? Ja. Ik 100% zeker, ik meen het. Volgens mij. Misschien veer, nog een volgens mij veer. Volgens mij is dit dan. Lekker opties te onderschrijven, heel slim, heel goed. Wijst. Ze zijn nu de ontbrekende letters aan het gokken. Oké, veer. Ik mag ze niet meer afleiden. Na 3 minuten puzzelen wordt er bij beide teams een extra vaandel omgedraaid. Ja, over 10 seconden wordt er een extra vaandel omgedraaid. Extra vaandel. Ik zei het. Yes, die hebben we. Je mist een letter in het alfabet. Kijk jij even naar het gokje. Zeg het alfabet eens hardop dan. Je mist een letter. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, S, Q, R, S, T, U, V, D. Extra vaandel. Let op. Komt-ie. Oh, die is goed, Nick. Jij! Wijstrijs. Komt-ie, extra vaandel. Extra vaandel. Het is misschien niet. Wordt er hard gepuzzeld. En dat is fout. Fuck. Er werd hier op de bel gedrukt, hè? Oh, echt? Fout antwoord. Ze zijn heel dichtbij. Jullie moeten tempo zetten. Jullie zijn er echt bijna. Oh, wat nog een en? Fout. Goed kijken. Kom op. Goed kijken. Wij strijden, Leiden. Wij strijden, Leiden. Wat bestaat dan? Dat is toch geen Nederlands woord? Ja. Wat dan? Weestrijdrijden. Draai even om. Weestrijdrijden. Ja, wil je op de tabel drukken? Ja. Van mij mag je. Oh, wacht, stop. Nee. Oké, weestrijdrijden. Is niet goed. Ga door. Ik loop helemaal stress. Doe jij het? Ja, oké. Ik ben helemaal paniek. Dit is misschien wel de S. Kijk, hè. Ja, weet ik. Dit en ook. Strijdleider. Let op. Volgende vaandel. Vier. Wedstrijdleider. Er is gebeld. En... Jammer, jongens. We waren zo dichtbij. Het goede antwoord was wedstrijdleider. Ah, oh, nodig wel. Kom erbij. De tweede plaats bij Erecode is natuurlijk ook wat waard. Mag ik een ongelukkige pauze voor de Spurs? Het was zo spannend, maar er kan er maar één winnaar zijn. En dat zijn de Struinen! Anne en Teun winnen een dag naar het park met hun ouders, broertjes en zusjes. Ook worden ze getrakteerd op een superdeluxe diner. Jullie zijn nu officieel de ereburgers van dit park. Wat een aflevering. Wat een aflevering. We hebben weer wat ereburgers blij gemaakt. Ja. Volgende week zijn we er gewoon weer. Dus ik zou zeggen, tot volgende week. Tot de Erecode. Hoi.